Vandaag gaan we het luchtfilter vervangen van de R1200 GS uit 2011, een DOCC. Wat heb je nodig? Torx 25. Je moet eigenlijk een paar boutjes los daar. Deze. Dit kapje heb je geen gereedschap voor nodig. Die kan je even voorzichtig er zo vanaf trekken. Wel even goed opletten dat je weet welke ze doet, want je hebt namelijk twee lange en twee korte. Oké, even aan de kant. Officieel moet je eigenlijk de hele kap als het ware loshalen, maar dat is eigenlijk niet echt nodig. En je moet deze ook even los om het netjes te doen. Huppatee. Alle plaatwerk aan de kant. Het luchtfilter zit hier achter. En hier zitten twee van die stroppen. Zo, huppatee. Dan werk je ze er zo uit. Dus de schroefdraai iets indrukken. Dat je ze als het ware indrukt. En ik heb ze als het ware als een soort krik. Keer ze er zo uittrekken. Nou. Deze is al los. Deze pijp is hier vast en hier op een strop vast. En we hem eerst een beetje los wrikken. Moet je hand er even achter zetten. Dan trek je hem zo los. Even snorkel hier dan los. Nou, even kijken of er geen vuil zit. Nou, er zit nog een beetje vuil in. En dan zie je het luchtfilter. Zo, hoppadee. Het oude filter. Nou, mooi schoon is anders. Ja, dat is een beetje smerig. Maar ja, ze kunnen eigenlijk nog wel veel smeriger worden. Die eruit. Hier heb je een nieuw schilderfilter, een sportfilter van DNA. Waarom neem ik dat? Nou, om de volgende reden eigenlijk. Deze kun je makkelijk schoonmaken en opnieuw gebruiken. Dus dat betekent gewoon dat je deze kan er langer, iets langer in blijven zitten. En die kan je ook schoonmaken en deze is gewoon wegwerpen. Deze mogen ongeveer 20.000 kilometer blijven zitten, of zoveel jaar. En deze hoef je alleen maar schoon te maken met een kit. En het leuke ervoor is ook nog eens een keer, hij gaat er een heel stuk makkelijker in. Een andere voordeel is wel, omdat hij van wat hoogwaardiger materiaal gemaakt is, heb je minder luchtweerstand. De lucht stroomt er makkelijker door en daardoor zal je dus meer vermogen, meer lucht in de motor krijgen. Wat dus resulteert in iets meer vermogen. Niet enorme hoeveelheden. En een 1200 cc motor heeft nog niet echt per se direct een... flieke bak van extra vermogen nodig, dat is ook wel weer zo. Maar ja, goed, alle kleine beetjes helpen. Hè. Wat je wel even moet doen, is even naar een lapje al het vuil wegvegen wat hier zit. Ja, los zand en andere zooi. Dat moet je even wegvegen. Want anders kan het er op een andere manier wel weer inkomen. Hè. Dus huppatee, alles eruit. Nou, sommige mensen die gaan hier voor de zware nog iets overheen zitten, dat doe ik dus niet. Maar als je echt een wereldreis gaat maken, ja, dan wordt het anders. Volgende tipje wat ik ook aan mensen aanraad is, doe altijd een heel klein beetje vet op die oogjes. Want als je dat doet, krijg je ze iets makkelijker los meestal. En ik doe ook een heel klein beetje op het schroefdraad van die boutjes. Nou, ik ga de boel weer omgekeerd eroverin. Die schuiven op zijn plek. Klik. Op die stroppen smeer ik hem ook altijd een heel klein beetje vaseline, echt een heel dun pieterig laagje. En dan gaat de
Oké. Gaan ze er zo weer in. Zo, die gaan hier verder. En dan gaan we de boel als het ware weer in omgekeerde volgorde weer inbouwen. Eigenlijk heel simpel, zo'n luchtfiltertje. De luchtfilter moet 20.000 km mee, of zoveel jaar. Ik geloof 3 of 5. Maar het is altijd wel even een goed idee om af en toe eens eventjes te checken. Als je maar een paar duizend jaar rijdt, nou ja, dan is het wat minder urgent. Dan als je natuurlijk gewoon bij spreken behoorlijke afstanden rijdt. En als je natuurlijk bij spreken hele stoffige omgevingen gaat. Ja, dan zal je luchtfilter ook veel meer stoffen passen, dat je gewoon een beetje in Nederland rondtuft. Bedankt voor het kijken maar weer. En tot ziens!